ik denk in 1963 zijn we geëmigreerd. Maar eerst was mijn pa al hier. Nu weet ik niet hoe, met wie mijn pa gekomen is. Dat was ook een bende Spanjaarden die naar hier zijn gelokt eigenlijk. En dan hebben ze gezegd, ja, er is veel werk, niet alleen in de mijn, maar er is nog veel werk. Ja, dus mijn pa die heeft dat zo'n beetje aanvaard en die heeft tegen mijn ma gezegd, ik ga eerst kijken. Hier op de grote baan was zo'n een pension, een soort pension, vertelde mijn ouders. En daar zaten die allemaal samen. Ook gezinnen samen, jung en alles bijeen zo. En daar kwam mijn pa terecht. Tenminste dat hij niet in de mijn wil werken, die vond geen werk. Die kon de taal niet, die was hier alleen. En mijn pa, die was die avond op zwier geweest. Dus die lag nog in zijn bed toen mijn ma hier aankwam met haar 5 jong. Ja, hoop ruzie natuurlijk. En uiteindelijk, via ik weet niet wie, heeft hij dan een oud boerderijtje in Laak. En wij waren de eerste migranten in Laak. Die hadden nooit migranten gezien. Zo al die Belgen kijken, zo van, wat komt daar aan? Zo, mijn ma op klompen. Maar wij werden daar echt dadelijk wel aanvaard zo. Zo, we waren nieuw en we konden geen Nederlands en die maifklompen aan. Mijn moeder was zo een van, ik babbel met iedereen en ik zal het hier eens uitleggen. Ja. En die leerde dan zo, hè, die heeft dan Nederlands geleerd, zo kapotte Nederlands, gelijk ze nu zeggen. Maar ze heeft enorm veel meegemaakt. Dat is zo erg geweest, dat op een keer heeft hij haar boel gepakt en die heeft tegen mijn broer gezegd, we gaan terug naar Spanje, ik blijf hier niet meer. En die is te voet van Laak tot Mullenberg aan de brug, met haar 5 kinderen, te voet met valies naar Spanje. En dan zei mijn broer, mama, is dat nog ver? En dan zei ze, nee, we zijn er bijna. Terwijl we nog maar in Mullenberg zijn. Maar dat was een hele tour, hè. En mijn pa achteraan, zo van, waar gaat je? Dat is nog ver. En wat doet je toch? En zo. Heeft hij die toch overtuigd van terug te komen. En dan zorgde die mevrouw dan, van dat boerderijke, die zorgde voor ons, hè. De eerste keer dat we een tv zagen, amai, was dat? Ik herinner me nog dat mijn broer zei, de eerste keer ging ik achterin kijken. Zo. Die dacht dat de mensen achterin... Dat was niet in Spanje, dat hadden we niet. Hè? En dan hebben we uiteindelijk een huis gekregen van Campus de Huis. En zijn we op Den Hout gaan wonen. En daar heb ik dan 38 jaar gewoond, met die mensen naar school gegaan. Vroeger werden zo fietsen weggegooid. Oude fietsen zo ergens gedumpt. En mijn pa was heel handig. Die maakte dan fietsen, die stak fietsen in elkaar voor ons. Dan hadden wij toch een fiets allemaal, misschien niet. De fiets, gelijk als het moet zijn, maar het was een fiets. Hè. En toen ik 7 was, gingen we voor de eerste keer terug naar de familie. En ik herinner me, toen ik daar in Spanje aankwam, ik vond het allemaal zo rare mensen. Weet je, die begonnen mij allemaal te kussen. Oh, en wenen, zo hysterisch doen zo. En dan gesneden brood, dat bestaat niet in Spanje, nu nog niet. En ik moest dan gesneden brood met hagelslag. Dat had ik hier leren eten. Die kenden dat niet, hè. En als we dan terugkwamen, dan werd op de eerste dag van school gevraagd. Zo, hè, wie is op vakantie geweest? En vertel eens een beetje over... Ik wou niks vertellen van mensen op vakantie. Als ik maar niet naar Spanje moest gaan. Als je dat vergeleek met mijn familie in Spanje, was dat voor mij een luxe hier. En ik dacht, nou, zeg, wat achterlijke mensen wonen hier. En als mijn ouders spraken van op vakantie gaan, dan was ik al ziek. En dan heeft mijn moeder eens gezegd, je mocht een vriendin van België meenemen. En toen heb ik een heel mooie vakantie gehad. En nu, ja, het liefst van alles zou ik vandaag vergoed vertrekken. Ja, want ik tel af, moet vakantie tekenen.